Voor Nicolie, voor Nicolas. Muziek voor miljoenen. Met Mark Brunewet. Dames en heren, van harte welkom hier op het wekelijks uurtje klassieke muziek. Hier op Radio 2. Ik moet jullie eerst even iets vertellen. Ik zit hier deze avond niet alleen in de opnamestudio. Er is namelijk ook een cameraploeg aanwezig van de Rode Loper. En zij komen mij hier deze avond het volgende uurtje even filmen. U vraagt zich natuurlijk ook af wat zij hier komen doen. Nu, ik zal dat even vertellen. Ik ben namelijk de eerste presentator van Radio 2 die in deze prachtig gloednieuwe studio een uurtje mag komen presenteren. En dat mag natuurlijk even gefilmd worden. Met natuurlijk dank aan onze grote sponsor. Een nieuwe opnamestudio wil dus ook zeggen veel nieuwe knopjes, lampjes, toeters en bellen zoals je kan zien. En vanavond ga ik zelf proberen om alles in goede banen te leiden, dames en heren. Want ik moet eigenlijk met spijt zeggen dat onze technieker vanavond wegens ziekte afwezig zal zijn. Maar geen enkel probleem, ook voor de kijkers thuis. Ik weet wat elk knopje juist wil zeggen, dus ik zal alles perfect in goede banen kunnen leiden. Wat staat er zoal op het programma vandaag? We hebben de barbier van Sevilla, Carmen en Willem Tell onder andere op het programma staan. Dus neem gerust een lekker glaasje rode wijn. Ook jullie kijkers thuis. Ga rustig in de zetel zitten en geniet van dit prachtig uurtje klassieke muziek. Het eerste prachtige werk dat op het programma staat is De Nieuwe Wereld van Antoni Dvorak. Ik zou zeggen, zet u rustig neer en geniet. Dum 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 dee dooey dooey dum dum dum. Ja, dames en heren, excuseer voor deze storing, maar blijkbaar heeft mijn voorganger hier een verkeerd werk opgezet. U herkende natuurlijk het prachtige Paul Severs met Zeg eens meisje, maar het is hier een uurtje klassiek muziek. Dus ga eens even kijken in ons bestand wat ik hier nog voor jullie kan vinden. Excuseer, dames en heren, het is ook de eerste keer voor mij. Ik heb hier nog gevonden Carmen van Georges Bizet en dat zal zeker ook een meevaller zijn. Alsjeblieft. Excuseer, dames en heren. Jullie zijn waarschijnlijk thuis uit jullie zetel gevlogen en ook de mensen thuis. Maar ik denk dat mijn diploma opname en radiotechnieken even moet bijgeschaft worden. Dus ik zit hier wel met een klein probleem en daarom dat ik even zou willen vragen aan de mensen van Fanfare de Gouden Lier of zij voor een vleugje klassieke muziek kunnen zorgen. Ik heb horen zeggen dat zij ons prachtige Funicula ook kunnen spelen. Dus ik zou zeggen, dames en heren, geniet van dit prachtig stukje live muziek rechtstreeks vanuit het pittoreske Bezel.